Hallo, dag liefje vrienden, hoe is het met jullie? Hier is het, wat kan ik voor zeggen? Hier is het rommelig. Heel erg rommelig. Ik heb een kater, jongen, niet te geloven. Ik zag het gisteren even niet zitten, dus ik heb net even te diep in het glaasje gekeken, zeg maar. Hè? Zeg, de bodem van het flesje bekeken. Zo, hallo! Maar goed, ik ben er gewoon voor jullie. Ik sta gewoon op. Ik ga gewoon door met het leven. Ondanks alles. Wat zit er onder een doosje? Wat heeft dat met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ja, je moet wat, hè. Red Bull. Ja, Red Bull. Energiedrank. De jeugd zweert erbij. Ik niet. Maar ik ben ook oud en depressief. Nee, ik heb met Red Bull helemaal niks. Waarom? Ik vind het vies. Het stinkt niet lekker, het smaakt niet lekker, de effecten zijn minimaal. Vroeger dronk ik wel eens Red Bull, toen Jantje nog een Jantje was en aardig om te zien. En met mijn hockeyteam, ja, hockey met een stokkie, ik ben een kakker. En toen haalden we Red Bull met treetjes tegelijk uit Oostenrijk. Want toen zaten er nog geloof ik 48 koppen koffie ineens om blikkie. Dat was niet normaal, dat was verboden in Nederland. Zoveel cafeïne die erin zat en inderdaad... Als je een paar slokken had genomen, dan had je echt het gevoel dat je Speedy Gonzales was. En voor de jongere kijker, zoek dat maar eens op, Speedy Gonzales. Iba, Iba, André, André. Nou, dat word ik oud. Maar goed, we hebben Red Bull al meerdere keren besproken in deze fantastische reeks reviews. Wat is er dan nieuw onder de zon? Ik zie verschillende kleuren. Zijn er dan ook verschillende smaken? We gaan maar even kijken. De Tropical Edition. Gadverdamme. De Red Edition. De White Edition. Ja hoor, dus de White Edition. Waar ik een hekel aan heb, is dat er een trendbreuk is. Ik hou niet van trendbreuken. Want dan noem je de rode de Red Edition. Dan noem je de witte de White Edition. En dan noem je de gele niet de Yellow Edition. Dan ben je bij mij al helemaal aan het verkeerde adres. Want waarom is dit dan de Tropical Edition en niet de Yellow Edition? Wat is daar de reden van? Omdat Yellow te lang was voor op het blikkie. Nou, maar reed. Als dit de rode is en dat de witte, is dat gewoon de gele. Klaar. Ja. Ja. Ik ben al kwaad. Ik ben nu alweer kwaad. Godverdomme. Ik ben net opgestaan. Ik ben nu alweer kwaad. Hoezo Red Edition, White Edition, Tropical Edition? Hoezo? Geen reden te bedenken om het zo te doen. Red Bull... I don't like that. En dat is Engels voor dat ik het niet zo leuk vind. Enfin, wat is dan de Red Edition als daar geen smaak aan gehangen wordt als Tropical? Even kijken, wat zit erin? Wat zit er in godsnaam in? Citroenzuur. Taurine. Hé? Cafeïne 0,03%. 0,03% cafeïne in een Red Bull. De enige reden om die bagger te drinken is toch juist dat je daar een beetje fit en wakker van wordt. 0,3%. 0,03%. Hé? Nou, in de witte editie zit ook taurine. Waar hebben we dan over? Wat maakt het dan... Ik ga maar horen, want wat maakt dan het verschil tussen wit en rood? Ja, hier zit dan. Dit is dan tropical. Maar wat maakt het dan tropical? Er zit gewoon allemaal dezelfde ingrediënt in. Maar alleen de kleurstoffen zijn anders. Ik snap hier geen ene reet van. Laten we maar gaan proeven. Want dit helpt niet qua bui. Enfin, we beginnen met de rode editie. Ruik een Red Bull. Smaakt naar gadverdamme. Red Bull heeft sowieso zo'n hele onaangename kauwgomballen smaak. En hier hebben ze iets bij gesodemieterd, jongen, bij dat rode.
Lijkt wel roeswater. Getverdemme. Wat geeft die smaak, joh? Ja, ik heb die ingrediënten nou 1000 keer gelezen. Ik kan er niet wijzer worden. Maar dit is een smaak. Hebba. Wie verzint zoiets, hè? Daar is er iemand die zegt op een gegeven moment, laten we 3 edities maken, jongens. Want we hebben al zoveel varianten. Laten we 3 edities maken. Oh ja, Piet, wil je 3 edities? Vertel eens even, wat wil je doen? Dan zeg je, nou, ik wil een red edition, de white edition en de tropical edition. Dat er dan niemand zegt, hey, mafkees, dan is dat toch gewoon de yellow edition? Dat is 1. Maar op het moment dat Piet het dan had proeven, dat iemand zegt, nou, dit moeten we niet doen, want dat is namelijk niet te bunkeren. Het is al niet zo'n heel lekker product, maar dit maakt het niet echt heel veel lekker, Piet. Dus dat gaan we dus niet doen. Er stond hier, oh, editie, maar waar de zon niet schijnt. Heeft niemand gezegd. Het is niet te zuipen. Gadverdamme, dat heeft een hele bruine, donkerbruine poepsmaak, heeft hij. Heel vies. Bah. De witte. Ja. De witte is gewoon een beetje citroenerig. Natuurlijk die kauwgombal smaak van de Red Bull zelf. En ja, dat proef je wel dat het echt Red Bull is, maar het is een beetje een combinatie tussen een, een spa citroen en een Red Bull. Dat bij elkaar gemieterd, dan krijg je de White Edition. Niet vies, dat is vies. Dat is niet vies, maar ook niet lekker hoor. Wat mij overigens opvalt al best wel lang dat ik deze reviews maak, is dat ik een... Als ik mezelf zie praten, dat ik een witte knol in mijn lip heb. En nu zie je het misschien niet, maar normaal zie je het wel. Dat ik een witte plek in mijn lip. Is dat ongezond? Ja, ik ben een beetje... ik ben er snel van de kaart, laat ik het zo zeggen. Als ik het ga googlen, en dan als ik google, komen er de meest verschrikkelijke ziektes komen altijd naar boven. Ja, en dan raak ik dan van in de war. Dus ik google dus niks meer. Alleen, ik zie wel dat er een soort witte bal in mijn lip zit. Heb je dat? Bestaat dat? Je weet wel in je lip hebt. Bestaat dat? Ik hoop het niet. De Yellow Edition, ook wel a Tropical Edition genoemd. Nou, hartstikke leuk. Daar hebben we dat. Het zal me niks verbazen als het naar ananas en mango's maakt. Hè? Want dat is volgens de mensen in drankenland Tropical. Ja, ik ruik, de grote grap is, ik ruik al niks meer. Hè. Deze twee Red Bulletjes hebben gemaakt dat ik al niks meer ruik en proef. Dat doet Red Bull. Die slaat elke vorm van smaakpapil dood. Nou, dat gaan we proberen. Tropical. Godsamme kraken. Dat is inderdaad tropical. Het is inderdaad ananas mango. Het is gewoon ananas mango. Het is gewoon ananas mango! Waarom is ananas mango, staat dat altijd garant voor tropical? Moet je even naar de tropen gaan. Moet je vragen, mag ik een ananas en een mango? Hebben ze niet. Ja, het is wel raar. Ananas mango, is die vies? Nee. Ik vind hem wel niet vies. Ik vind hem wel lekker, maar dat kan misschien ook mee te maken hebben dat ik een beetje een kater heb. Dat ik op dit moment dingen die ik normaal vies vind, lekker vind en andersom. Snap je wat ik bedoel? Nee. Voor de jonge kijkers... blijf van de fles. Dat helpt je niet verder. Dan krijg je een akelig leven. Dus drink maar niet. Ja, water en zo. En prik. Maar niet alcohol. Kauwgomballen Red Bull. Maar wel met een lekker tropisch smaakje. Ik proef een ananas. Ik proef een mangootje. Tijd voor de cijfertjes voor de verschillende kleuren editie in Tropical. De Red Edition, de White Edition en de Tropical Edition. Ja, ik ben er nog steeds niet uit. Ik vind het belachelijk. Maar goed, dat ben ik. Eh? En ik denk namelijk, als er nog een blauwe variant was, dat ze dan weer dat de Blue Edition hadden genoemd. I don't like that shit. Maar dat maakt niet uit. Niet te zuipen, edoch. Verschrikkelijk vervelend en naar ook. Is de Red Bull een Red Edition? Dit had nooit gemaakt mogen worden. Dit is zo godverdomme zo vies. Het is een bittere, bruine butsmaak. Het lijkt of je met je tong door iemands kont heen gaat. En dat, sommige mensen vinden dat lekker. En die mensen, daar heb ik ook respect voor. Alleen het hoeft niet in een blikkie drank te zitten. Dit is niet een nakken en dagelen. En ik moet bijna een boetje laten voor alle pik. Oh, daar heb je hem. Deze krijgt een 3. Gadverdamme.
De White Edition is helemaal niet vies. Ja, de combinatie met citroenprik en Red Bull. Ik ben geen liefhebber. En nu zie ik het weer, dat witte balletje. Godverdomme. Ik ben geen liefhebber van Red Bull. Dat weten jullie. Ik vind het niet te nachen. En nu ik weet dat er 0,03% cafeïne zit, is het helemaal totaal zinloos product geworden. Maar dat is prima hoor. Het is gewoon te doen. Het is gewoon een sessie. Niks aan de hand. Ja, dat is een beetje vreemd. De Tropical Edition is in mijn ogen het lekkerste. En dat is vreemd. Want meestal heb ik een broertje dood aan de smaak Tropical met ananas en mango. Want dat vind ik een beetje flauw. Maar dit is best wel lekker. Het is gewoon goed. Het is gewoon een 7. Het is gewoon een prima blikkie. Kun je gewoon drinken zonder je te schamen. Als je al Red Bull kan drinken zonder je te schamen. Dat is al knap op zich. Nou, in ieder geval bedankt en tot snel. Dag.